Vrienden van de sportschool vragen zich af of ze Mark de Bonte ooit nog terug zullen zien. Al sinds vrijdag wordt de 26-jarige kickbokser vermist. Enig idee wat er gebeurd zou kunnen zijn? Totaal geen idee. Het is voor iedereen mysterie. Iedereen heeft al duizenden scenario's in zijn hoofd afgelopen. Echt geen flauw idee. Geen flauw idee. Mark de Bonte was vrijdagavond na een feestje in zijn sportschool in Bladel via Turnhout op weg naar zijn vriendin in Best. Op deze plek aan de Wilhelmina Kanaalstraat in Best werd de zwarte Renault Clio van Mark de Bonte gevonden. Zijn vrienden zijn inmiddels met een flyeractie gestart in de hoop een teken van leven van Mark te vinden. Om tips binnen te krijgen, om tot bij hem te geraken in ieder geval. Ja. Zolang hij niet gevonden is, is er hoop. En daar willen we voor gaan, met z'n allen. De politie heeft uitgebreid sporenonderzoek gedaan bij de plek waar de auto is gevonden en in de omgeving van het nabijgelegen kanaal. Maar tot nu toe dus zonder resultaat.